yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Hallo jongens, mijn soeptof. Jullie kijken naar een gloednieuw vlog. Ik ben natuurlijk... Sorry voor het haal. Het is nu 9:15. Ja, om 9:45 moet ik even naar school. Tot 11:15 ga ik vanmiddag iets voor mezelf doen. Misschien ga ik sporten, dat weet ik niet. En om 4:15 heb ik een tandartsafspraak. Dus, en vanavond moet ik om 6:30 trainen. Dus dat zeg maar. Ik denk dat ik even ga sporten vanmiddag als ik thuis ben weer. Dat is, ja, dan ga ik wel even vanmiddag. Dus dan zie ik jullie weer als. Ja, ik zie jullie wel straks als ik thuis ben. Dus en dan vertel ik dan wel op dat moment wat ik dan ga doen. Tot dan. Zo, daar ben ik weer. Het is nu inmiddels 2:50. Ik ga me even omkleden en dan ga ik even lekker sporten tot ongeveer 3:45. Dan ga ik, want daarna om 3:15 moet ik bij de tandarts wezen. Dus dan ga ik daarna doen. Dus ga ik nu omkleden, even tanden poetsen voor de tandarts. En dat zeg maar. En daarna zorg ik dat ik ook al even bij de tandarts ben. Daarna ga ik gewoon weer naar huis als ik klaar ben bij de tandarts. Ja, nog iets voor mezelf doen. Tot dag eten om 6:30. Even lekker eten om 6:30. En dan om 7:30 lekker trainen tot 8:00. Dat is mijn planning verder voor vandaag. Ik neem je sowieso een sport gewoon mee. Dus ik zie jullie daar wel. Tot dan. Zo, dan ben ik weer. Ja, ik heb toch besloten om vanmiddag niet te gaan sporten. In plaats daarvan ben ik even lekker Minecraft online aan spelen. Een hele leuke server. Waar ik een lekker online ding kan doen die ik zelf wil. Zoals Builds, Skywars, dat soort shit. Allemaal super leuke dingen. In ieder geval, dat vind ik, dat is mijn mening. Maar goed, ik heb niet besloten om te gaan sporten vanmiddag. Omdat ik niet zoveel tijd en zin had, bedacht ik me aan het einde. Dus, vandaar. Dus ik ga even nu Minecraft spelen tot ongeveer 20 minuten te gaan. En daarna ga ik even lekker, moet ik even naar de tandarts. Als ik dat gedaan heb, ja, dan daarna, ja, weet ik niet. Dan ga ik lekker naar huis, ga ik waarschijnlijk nog even gamen totdat ik eten. En vanavond zien jullie me wel weer bij de training. Tot dan. Zo, daar ben ik. Ik ben net terug van de training. Het is inmiddels 9:10. Ik ga even lekker douchen. En daarna gaan we nog even een stukje mijn kamer opruimen. Dus ik ga eerst even onder de douche. En dan zie ik je dan weer. Tot dan. Zo, dan ben ik weer. Ja. Ik heb even opgegriffen, geweest, even gedoucht. Misschien kan je. Maar weet ik niet. Maar goed. Ja, ik ga even een. Sowieso moet ik allemaal kleren die van de waslijn gekomen zijn. Opruimen, hier ligt een redelijk grote stapel. Dus, en dan ga ik sowieso even een timelapse maken. Dus ja, ik zie jullie daarna wel weer. Tot dan.
ben net klaar. Ik heb het gewoon netjes daar in de kast gedaan. Ja, ik ga sowieso nog even proberen wat op te ruimen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar die, op die kast daar. Zo. Al die rotzooi die daar ligt, komt ook weg. Dus dat ga ik ook even een beetje opruimen in de timelapse. Ik zie je zo weer. Tot dan. Iets voor schommel doen, maar kijk maar, de kast is een stuk leger. Hij is bijna volledig leeg. De spullen die ik eraf heb gehaald, die ga ik even snel opruimen. En dan ga ik nog even snel iets voor school doen, omdat ik dat nog moet doen en anders vergeet en anders heel veel problemen kan krijgen. Dus daar bij deze, dit was de vlog ook weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie, ondanks dat die persoon redelijk kort was, het leuk vonden. En dan vergeet dan niet op blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden en zie ik jullie morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei! I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time.